Oké, ça va, we zullen zien. Kom hier. Vraag nummer 1. Omschrijf jouw team of collega's? Ik moet zeggen, sinds ik hier begonnen werken ben, is dat al een zeer toffe ervaring geweest. Zeer open collega's, zeer vlotte collega's. Heb de begeleiding nodig, kun je altijd gaan vragen, je kunt aan verschillende mensen vragen stellen. Iedereen is altijd bereid om te helpen. En ook gewoon de algemene sfeer, we zitten hier vrij goed, vind ik. Tijdens het eten ook, is er altijd een open babbel. Ook over andere dingen dan buiten het werk. Wat is het leukste aan jouw job? Nou, in deze job zijn er zeer veel dingen leuk, maar als ik dan toch één iets zou moeten kiezen dat ik het leukst vind, is eigenlijk het eindresultaat dat je bekomt achter een hele tijd programmeren. Ik zit nu zelf bezig aan een zeer groot project, dus zeer veel programmeerwerk. En je ziet dan op de visualisaties tijdens het testen, zie je al virtuele kleppen en pompen bewegen en open gaan en toe gaan. En dat is al zeer leuk om die triggering te krijgen, omdat je echt iets voelt van ik ben bezig met iets reëels, iets fysiek. En dat is uiteindelijk ook de bedoeling dat dat je eindresultaat is, dat je reële pompen en reële kleppen en die hoort bewegen, ziet bewegen. En als je die dan effectief in het bedrijf gaat nemen en je ziet dat ook allemaal effectief gebeuren, gelijk dat jij geprogrammeerd hebt, gelijk dat de bedoeling was. Dat is het moment waarop dat je zoiets hebt van ja, dat is het resultaat dat ik wou hebben en ik heb uiteindelijk. Is er ruimte om te groeien binnen de groeven of om carrière te maken? Ik denk van wel. Ik ben hier nu gestart als assistent projectingenieur. Ik denk dat de overstap dan zal zijn naar projectingenieur. Dan eventueel naar projectleider of lead engineer en dan heel eventueel naar divisieverantwoordelijke. Dus ik denk dat er zeker wel mogelijkheid is om door te groeien naar boven toe. Maar ik denk ook, ja, zeker in de breedte toe gaat er ook wel ruimte zijn. We hebben onze afdeling automation, maar daarin zit er ook nog een stuk smart factory. Wilt je meer doorschuiven naar daar en eigenlijk intelligente fabrieken, meer je focussen op intelligente fabrieken, dat is zeker ook een mogelijkheid. Je kunt eventueel ook nog doorschuiven van divisie, eigenlijk van automation naar IT of iets anders. Dat is zeker ook altijd een mogelijkheid. Dus ik denk dat je wel richting hebt, in alle richtingen mogelijkheid hebt om te groeien. Waarom werk je graag bij de Groeve Automation? Ik denk eerst en vooral dat het werk hier zeker aan staat. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik wou doen. Ik dacht dat ik wou doen en het is ook effectief geen wat ik wil doen. Het is nu al gebleken dat ik hier zeker op mijn gemak zit, dat ik hier graag kom werken. En er zijn ook zo bepaalde kleine dingen dat je merkt dat mensen moeite voor doen, dat er in het management moeite voor wordt gedaan. Dan is het maar gelijk elke dag vers fruit. Dat is zo een klein extraatje dat je kunt meepakken en dat maakt het wel plezant. De sfeer zit hier ook goed. En het zijn zo allemaal zo die kleine extraatjes die dat zeer plezant maken om hier te werken. Niet alleen het werk zelf, maar ook ja, alle dingen die dat erbij komen kijken, maakt het wel plezant om hier te werken. Wat is het leukste of grappigste dat je al meegemaakt hebt bij de Groeve? Goh. Ik vind het moeilijk om daar iets op te plakken eigenlijk. Het is niet dat je al die dingen onthoudt, maar vaak is dat ook gewoon tijdens gesprekken dat er grappige dingen gebeuren of dat er grappige dingen gezegd worden. Dat gebeurt regelmatig wel een keer, dus om daar nu echt effectief één iets leuks of grappigs mee uit te halen of zo, denk ik dat dat vrij moeilijk is. Er gebeuren hier wel regelmatig leuke of grappige dingen. Nu en dan wordt ook gewoon iets dat op de gang gezegd wordt dat wel grappig is of ja, dat uit context kan getrokken worden dat grappig lijkt. Maar tijdens het middageten of zo, dat er inderdaad ja, iets doms wordt gezegd of dat mensen aan het zeven zijn over bepaald iets. En dan de laatste vraag. Wat had je zelf graag geweten voor je bij de Groeve begon? Dank je, heb ik gezegd, gewoon niet. Ik denk dat ik vrij safe, dat ik alle goede gevoelens had na mijn sollicitatiegesprekken eigenlijk, dat ik hier wel wou werken. Algemene gedachtegang en manier van werken, dat mij beschreven werd, stond mij zeker ook aan. En dat is ook volledig ingevuld geraakt eigenlijk. Dus of dat er nu echt nog iets extra's is dat ik graag had geweten voordat ik hier begon, ik denk van niet eerlijk gezegd.